Ja, god, wat ben ik in beland, man. Jezus. Wat ben je kinderachtig, zeg. Dat had ik echt helemaal niet verwacht. Echt. Nou, gewoon, van, ik hou van je. Natuurlijk een beetje primitief, oog om oog, tand om tand, maar het is wel een principe. Wat gaat er schuil achter de vragende ogen in die grote kop van Theo Maassen? Hij kijkt met precisie naar de wereld, maar doet hij dat ook naar zichzelf? Theo is graag alleen. Hij gedijt in chaos. De Eindhovense cabaretier woont niet samen met zijn vrouw en zijn kindje. Dit is de eerste keer dat Theo gaat hokken. Met mij. Als experiment. Gek. Spannend. Loopt Theo tegen de muur op? Kan ik hem aan? Hey. Theo. Hoe is het? Hé man, goed. Ja. En moe. Nee, moe. Lekker slapen, toch? Ja. Hier is je bed. Oh, goed bed. Ja, dat is volgens mij wel het is een lekker bed. En jij moet op de bank dan? Ik moet dan op de bank, of bij jou, of op de grond. Lepeltje, lepeltje. Ja. Zie, nou, fijn. Dus je bent moe. Ja? Te hard gewerkt. Te weinig slapen. Te weinig slapen. Klein kindje. Ja. Ik weet het. Heb jij kindjes? Ja, ik heb twee kindjes. Het vroeg me af. Eentje van een jongen van 10. En een meisje van net 6. Ja. Dus maar van jou is 3 maanden. Ja, dat is niet slapen. Nee. Weinig slapen. Dus daarom vind ik het ook wel lekker om hier even te zijn. Even de boel, even lekker niks. Heb je een plan? Nee. Nee. Ik ook niet. Nee. Eigenlijk het plan om, heb ik niet gedaan, om hallucinerende paddenstoelen mee te nemen voor vandaag. Had je dat gedaan als ik dat mee had genomen? Hallucinerende paddenstoelen? Paddo's. Ik heb het nooit gebruikt. Nee. Ik ben ook helemaal geen, ik ben echt een alcoholman. Ja. Dat vind ik heel plezierig. En ik vind geestvernauwende middelen, vind je prettig. Is het geestvernauwend, alcohol? Alcohol is geestvernauwend wel, ja. Oh ja? Dat heb ik eigenlijk nooit zo ervaren. Ja? Je wordt toch wat... Het wordt allemaal wat eenvoudiger en wat simpeler en wat... Maar ik heb er ook wat over gelezen. Spinnen die gaan ook... Hebben ze ook spinnen, hebben ze allerlei soorten drugs gegeven. En dan kijken wat voor web ze spinnen. Ja, dat is heel leuk om te zien. Met alcohol, dat wordt helemaal niks. En blowen ook niet. En LSD, en dan krijg je... Niet altijd even efficiënte, maar wel wonderschone webben. Dat is leuk, hoor. Maar je maakt gewoon, zoals je als je in een supermarkt gaat of in een favoriete boekenwinkel, heb je zo je paadjes, hoe je loopt. Ja. En dat heb je in je hoofd ook, ook met redenaties en associaties. En met die hallucinerende drugs zoals LSD en paddo's, bewandel je gewoon een ander pad. Maar dat is ook echt, in je hersens gebeurt het ook echt. Er worden andere verbindingen worden er gelegd. En dat is wel verrijkend. Dat zou bij mij... Ik beken je eerlijk dat ik er een beetje bang voor zou zijn. Maar als het op de bijsluiter staat van... joh, wij verzekeren u, meneer de Jong, dat na 5 uur is de padden uitgewerkt en bent u weer echt de Wilfried de Jong, ja, waarvan u dacht dat u het was. Ja, ik zou het wel vinden als in de bijsluiter zou staan... daarna bent u een ander iemand. Wil je per se weer precies dezelfde zijn als... Ben je daar zo aan gehecht? Wil je per se weer dezelfde zijn? Je wil er toch ook iets aan hebben? Of je wilt toch weer verder komen? Uiteindelijk is dat het leuke, vind ik, van die drugs. Dat ze een beetje desoriënteren. Dat vind ik ook wel een mooie, wat je altijd wel moet pogen met dingen die je maakt. Eigenlijk ben je bezig om te desoriënteren. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Dat hoop ik ergens te bereiken soms.
Het lukt toch ook, of niet? Ja, ja, je weet nooit zo goed van hoe het publiek dingen, of mensen dingen interpreteren, of hoe dat valt. Ik vind het altijd heel moeilijk. Ik heb niet zo'n duidelijk. Je hebt van die cabaretiers en die. Of dat is ook wel, geloof ik, volgens mij een vrij klassieke omschrijving van wat een cabaretier is. Is dat je samen met het publiek een soort plan smeet tegen de rest van de wereld. Dat je er samen bent en de wereld. En ik hou daar niet zo van. Ik heb altijd een beetje frictie ook met de zaal. Dat zijn niet mijn vrienden en daarbuiten is de wereld. Maar dat is voor mij ook de wereld en ikzelf ook. Ik ben ook een klootzak en zij zeker ook. En daarom weet ik nooit zo goed. Eigenlijk weet ik nooit zo goed wat mijn relatie is met mijn publiek. Ik weet niet zo goed wat zij van mij vinden. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik van hun vind. Je kunt gewoon alles flikken en ver gaan. En mensen gaan jou toch niet haten. Is mijn indruk. Ja. Je zou dus kunnen concluderen dat... Dat het niet uitmaakt wat ik zeg. Ja, dat is heel erg, maar eigenlijk is dat zo. Ja. Wat je ook zegt, je creëert geen nare sfeer. Je bent toch publieksvriend. Kut. Theo is toch een publieksvriend. Eén van ons. Ja, Theo is toch onze grappenmaker. Die gaat ons aan het lachen maken. En daarna kun je in de kroeg gaan met die grapjes nadoen. Net zoals bij Seth Gijkema. Ja, hey, hou jij even op, dan ga je echt te ver. Nee, volgens mij ga ik helemaal niet te ver. Volgens mij is namelijk de afspraak precies hetzelfde. Maar heeft het dan, denk je, heeft het dan wel nut? Of je... Hoezo, zou je het erg vinden als ik zeg dat het geen nut zou hebben? Nee, ja. Op een of andere manier heb ik wel een soort van ambitie... waardoor ik hoop dat het meer is dan alleen grappig of zo. Maar misschien is dat ook veel te hoog gegrepen... of is dat ook uiteindelijk frustrerend en onzinnig. Ik heb ook niet het idee dat ik de wereld kan veranderen... met de dingen die ik zeg. Kun jij jong leren? Nee. Wat is dit? Ja. Oh, ik ben een balrotzooi. Ik heb balletjes bij me. Ik kan het je leren. Oh, echt? Ja, nee, zo met drie balletjes zo. Nee, sorry. Hier scheiden onze wegen echt. Ik kan het je heel makkelijk leren. Ik haat mensen die dat doen. Ik vind het zulk... Ja, maar dat is potentiële zelfhaat is dat. Omdat jij het dadelijk ook gaat doen. Ik vind het gewoon dom. Ik had het niet domme mensen die dat doen. En niet originele mensen doen dat. Dus het heeft best wel een hoop consequenties als je straks die balletjes hoog gaat. Ik hoop dat we een weekje zaten, heerlijk. Ja, het is echt te kort. Het is echt te kort. Net als je er lekker aan gewend raakt, moet je er alweer uit. Dat heb ik hier nog niet gehoord. En even naar de wc. Wil je iets veranderen in de kamer? Dan ga ik kijken of ik het zie als ik terugkom. Een moeilijke? Echt een moeilijke? Ja, niet te subtiel. Wel. Kijk nog even goed.
heb iets veranderd. Ja. Denk, hij is ook al moeilijk, denk ik. Maar je moet toch even proberen. Heb je dit zo netjes hier neergelegd? Of niet? Ik heb er nog wel een stukje van genomen, dus dat is wel veranderd. Ja. Daar gaat het. Nee, dat is toeval, nee. Hoezo een toeval? Dat zou dan wel heel toevallig zijn. Nee. Ja, nee, luister, ik heb iets veranderd. En toen liep ik hier langs en toen heb ik dit stukje geklopt. Ja. Ja. Ja, nee, kom op dat. Nee. Ja. Wel? Nee. Ja, dat andere misschien ook, maar dit ook. Dit is wat ik zie. Nee, maar serieus. Wat nee? Wat zag je dat er een stukje weg? Ja. Want goed, twee dingen dus dan. Ja. Eén wat meer bewuster dan de ander. En ik heb het idee dat je... Zijn het de kussens die je iets netter hebt neergelegd? Ga nou niet alles vragen. Dat is een flauw altijd. Dat denk ik, die kussens. Het zijn nee, die kussens. Nee, dat is fout. Dat is gewoon fout. Ja, maar is het warm of is het koud? Qua locatie is het lauw, warm. Ja. Ach, ik weet het ook niet. Ik vind het ook een stom spel. Mijn ouders die we lagen begraven of mijn moeder en mijn broertje lagen begraven in Doesburg. En afijn, daar woonden mijn ouders, maar die zijn er niet meer. En wij hadden geen reden om daarheen te gaan. Dus de twee grafzerken staan in mijn kleine tuintje. Nou, die hebben we weggehaald. Die staan in mijn tuintje van 4 bij 2 meter. Heel klein tuintje. Daar staan twee grafzerken in. En ook mensen vinden dat macaber. En ik vind het, ja, ik vind het wel grappig. Ik vind het alles behalve macaber. Maar alleen de grafzerken. Ja, en die potjes, want ze zijn gecremeerd, die staan ook bij mij. Die staan binnen. Ja, die stonden eigenlijk. Het potje van mijn vader, die staat dan. Ik heb van die ramen, van die taatsramen, die kun je dan open doen. En dan zomers, als het dan wil ik niet dat ze dichtwaaien. En dan zet ik die pot van mijn vader, die staat tegen dat raam, dat tegen de muur aan blijft. Die heeft ook wel echt een. Die heeft een belangrijke functie. Ja. En dat vind ik dan wel heel leuk. Ja, ja. Dat nog iets praktisch doet ook. Zo, en jouw ouders leven nog, man. Dat is zo... Ja, ongelooflijk, hè? Bijzonder. Als ze allebei 80 zijn, leuk. Ja. Ik vind het altijd wel heel ontroerend als ik twee oude mensen samen zie lopen. En zeggen jullie, zijn jullie mensen die ook zeggen dat jullie van elkaar houden? Wordt dat uitgesproken of is dat... Nou, niet zo heel letterlijk. Ik denk wel dat ik het kan laten merken. En ik zie ook wel terug aan mijn ouders dat ze dat ook doorhebben. Ja. Maar dat gaat niet letterlijk, zeg maar. Waarom? Ja, ik vind dat is altijd wel fijn om te horen, toch? Of omdat dat expliciet duidelijk is. Dus jij hebt van je ouders altijd wel gemerkt of letterlijk gehoord? Ja, wij waren wel mensen die dat tegen elkaar zeiden ook. Wat zeiden ze dan? Nou, gewoon van... ik hou van je. En mijn vader was ook wel heel fysiek. We waren ook heel knuffelig wel. Ik kon ook, toen ik zeg maar achter in de 30 was, nog bij mijn vader op schoot liggen met mijn hoofd. Of hij bij mij. Dat was zo mooi. Op een gegeven moment zat ik op de theateropleiding. En toen hadden wij een vak stemtechnieken. En het met stem, maar dat heeft ook veel met ontspanning te maken. Dus we deden ontspanningsoefeningen. En dat kunnen we daar ook wel even doen. Dat is leuk. Een leuke oefening is dat. En dan moest ik op de grond gaan liggen. Op mijn rug. En dan iemand tilt dan je hoofd op. En dat moet je laten, dan moet je je nek ontspannen, je hoofd ontspannen. En ik kreeg dat niet voor elkaar. Ik tilde mee. Toen was ik thuis bij mijn ouders. En toen zei ik, pa, ik moet even iets proberen. En toen ging ik liggen. En ik had gezegd wat hij moest doen. En hij tilde mijn hoofd op. En het was geen enkel punt. Het was helemaal ontspannen. En toen kon ik me dus wel ontspannen. Een soort volledig vertrouwen. En nu help je even mee. Moet je ontspannen. Met een volle gewicht.
Jij voelt nu wanneer ik mijn gewicht aan jouw handen overgeef of niet. Ja. Ontspan maar. Het kan nog beter, denk ik. Ja. Ja, nou ja, dit is de simpele oefening. Dit is het. En moest je dan ook... Het was ontspanning of een stemoefening? Nee, dat was gewoon ontspannen. De ontspanningsoefening was dat. Ja. Je kan het niet helemaal overgeven. Ik niet. Nee. Ja, het zou kunnen. Ik weet niet. Ik voel nog niet helemaal waar het zit. Doe jij eens? Jezus, nou voel je inderdaad voor het eerst hoe zwaar dan een hoofd eigenlijk is. Bijna één gevoel, zeg. Alsof het helemaal los staat van de rest van je lichaam. Dat ik een bajonetsluiting er zo af heb. Klik, tak. Ja, ik was wel heel close met ze. We hadden het net over paddenstoelen. Ik heb met mijn vader paddenstoelen gebruikt. En ik heb met mijn vader ecstasy gebruikt. Terwijl dat eigenlijk helemaal niks... Je zou zeggen dat hij zo'n type helemaal niet is. Het is gewoon zo'n man met zo'n streepjesblouse en zo'n spencer. Weet je, die je altijd ziet lopen. Dat is helemaal niet... Geen hippie of zo. En hoe ging dat? Ja, dat was geweldig. Mijn vader, die was helemaal, die zei van, ik ben heel mijn leven... Hij is mijn hele leven tevreden geweest en nu ben ik gelukkig. Die kwam ook echt in een gebied waar hij nog nooit was geweest. Maar hij gaf het verschil aan tussen tevredenheid en gelukkig zijn. Ja. Dat, dat maakt ook wel een beetje verdrietig als je het hoort. Dat je het verschil tussen tevreden en gelukkig, vind ik toch nog wel groot. Ja. Nou ja, hij zei dat toen zo. Nou, ik vond het niet verdrietig. Ja. Een deel van het menselijk lichaam, dat krijg je echt nooit ruzie over. Nee, lijkt me heel sterk ook. Is het daar... Een F. Kan het nou zo moeilijk zijn? Hè? Alles. Ja, wat nou? Nee. Een vallus, een penis, een vallus. Ja, nee, vallus, maar is vallus een lichaamsdeel? Bij mij wel. Bij mij wel. Vallus. Een behoorlijk groot deel ook van mijn lichaam. Een vallus is toch gewoon een goed woord? Vallussymbool, heb je wel eens gehoord? Ja, een vallussymbool. Ja, maar dat is ook een symbool van een vallus. Ja. Maar ben je wel eens bij de dokter? Ik wil graag een afspraak maken, dokter. Ja, waar is het voor? Ja, het is iets met mijn vallus. Durf jij het hardop te zeggen zonder te lachen? Dus het is niet goed. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Dat het niet goed is. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb de neiging te zeggen dat het niet goed is. Ja, maar zeg dat dan gewoon. Het is niet goed. We doen hem nog een keer. Deel van een menselijk lichaam. Nog een keer hetzelfde. Ja, ik bedoel, okay. Hier kunnen we geen ruzie over krijgen. Wat is dat? Iris. Ja, kom nou. Nee, maar... Ik wil eruit. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil eruit. Kom nou. Ik laat me hier niet voor lul zetten. Door... Ik ga eruit. Nee, maar Iris is gewoon goed. Die vallus, daar wil ik nog best wel over discussiëren. Maar die Iris, die was gewoon goed. En als dat niet goed is, dan heb ik helemaal geen vertrouwen meer in. En die hele avond niet. Het is goed. Kom nou. Iris is goed. Kijk, Iris, ik zal je even uitleggen. Ik wil die uitleggen maar niet meer horen, joh. Iris is in eerste instantie gewoon een meisjesnaam. Dat had even duidelijk. Nou ja, kom nou. Nee. Hier, heb je dit ook nog even gezien? Nee, niet de balletjes. Oh, wat verschrikkelijk, Theo, dat jij dit...
Ja, je kan het wel. Heb je er nou je zin? Godverdomme. Als je me niet goed rekent, dan ga ik nu... Ja, het is misschien heel kinderachtig, maar dan ga ik weg. Nou, ik vind het wel een beetje kinderachtig. Ja. Is, nou, dan ben ik maar kinderachtig. Het is echt grijs gebied, zeg je net zelf. Ja, maar daarvoor was het ook al grijs gebied. Je houdt het ook allemaal wel een beetje in het grijs gebied. Vallers ben je met me eens. Weet je, jij krijgt van mij dat punt van die Iris... als je dan maar echt, nu echt toegeeft dat Vallers gewoon fout was. Iris is goed. Die heb ik, die punt, dat punt. Heb ik dat? Ja, oké. Dat is goed. Dan blijf nog even staan. Hou die kleren aan. Misschien krijg je hem zo weer ruzie. Dat ik het zo hoog moet spelen. Bijzonder, hoor. Bijzonder hoe het gelukt is, hè? Ja. Dan hebben we dit nog erbij. Nou, ja, koning, hoor. We hebben... Top, maar. Het was zo'n... Jezus, Theo. Ja, mijn apparaten die het niet doen, hoor ik echt totaal... Dit is scheef in. Theo, wacht, hij zit er scheef in. Dat zie je toch? Dat voel je toch? Ja, help me dan ook. Je laat me ook maar... Je laat me ook maar bungelen hier. Het is gewoon een kwartslag. Het is een kwartslag te draaien. Het begin dat ik hier binnenkom. Het is... Ik ken die... Stop terug. Help dan, man. In plaats van vanaf de bank een beetje commentaar te geven. Ik zie vanaf hier dat hij scheef is. Zo dan. Jezus. Nou, is je toch... Is dit ook scheef? Ik zie er niks scheefs aan, hoor. Onder die twee dingetjes, onder die twee, als gaat er één naast. Zie je wel. Ik vind het wel heel grappig om mensen... zich ongemakkelijk te laten voelen. Ik heb dat vroeger wel gedaan met een vriend. Dat we bij mensen langs gingen waar je gewoon niet langs bij ging. Die je wel kende, maar waarvan het alles behalve vanzelfsprekend was om langs te gaan. En dan, ja, we gingen gewoon bij bellen. En hey, we waren in de buurt en we dachten, we komen even langs. Maar waren dat leeftijdgenoten of vader? Ja, ja. Maar die woonden dan nog thuis misschien of zo? Nee, dat was op de theateropleiding. En dan iemand, en dan die je niet leuk vond, ging aanbellen. Ja, of niet leuk vond, waar je gewoon niet mee omging. En dan aanbellen, langskomen en dan niet meer weggaan. Wat leverde dat op? Wat gebeurde er dan? Spanning. Akelige spanning. En vervelende sfeertjes. Ik heb ook al eens gehoord dat jij in de tijd dat jij met Hans Thewe optrok... dat jullie ook soms er een sport van maakten... om zo ver mogelijk in gebouwen terecht te komen. Ja. Klopt dat? Ja. Wat, hoe ging dat dan? Nou, ergens waar verboden toegang op stond om daar naar binnen te gaan... en dan kijken hoe het verder ging. En wat blijkt dan? Dat je heel ver komt? Ja. Dan? We zijn ook wel eens een uitzendbureau binnengegaan. En het was rond Sinterklaastijd. En er lagen allemaal cadeautjes in de etalage. Toen kwamen we binnen en zeiden we... Goedemiddag, we komen de cadeautjes ophalen. Ze zei, oh, jullie zijn de Sinterklaas en Zwarte Piet vanmorgen. Ik zei, ja. Oh, ja, dat is misschien wel veel handiger, ja, als jullie ze vast hebben. En toen gingen we met zakken met cadeaus zijn we naar buiten gelopen. Dat hebben we die uitgedeeld in de stad. Het schijnt een armlengte te zijn, hè? De afstand die je als prettig ervaart ten opzichte van iemand. Elkaar. Die verschilt dus per figuur. Dus ja, mijn armlengte is dit. Ja, maar de mijne is dit. Ja, dus je wel. Ja, een beetje rekening mee wil houden. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Kun je dan niet de afstand met de koffie even? Dat is ook altijd wel leuk om daar een beetje mee te spelen, om dan iets te dichtbij te komen. Ik vind dat heel. Ja, ik vind dat heel. Ik snap precies wat je bedoelt. Er zijn mensen die komen met je. Hebben je show gehad? Heb je dan jouw show gezien? Theo, ik wil jou. Wat? Dat is niet te doen. Nee. Theo, ik ben vanavond geweest. Wat? Dat is niet te doen. Want voor de pauze vond ik het beter dan na de pauze. Kon je ook niet goed verstaan na de pauze. Want je praatte vaak door de lachen. Ja, ja, ja. Ja, andersom pik jij het toch ook niet? Kom eens naar me toe.
Hallo, ik kijk altijd naar... Ik ben... Theo, dat, als je klaar bent met zo'n programma, ga je altijd nog naar cafés heen? Ga je altijd nog naar een café? Ja, soms, soms. Ja, ja. Ja, en, soms het incident met de foto in, wat was het, het Melkweg? Of was het Amsterdam? Ja. De foto nam. Toen heb je dat fotostel afgepakt, toch? Ja. Was ook een rolletje eruit gehaald? Wat heb je gedaan? Of het ding kapot gegooid? Ja, in de lucht gegooid. Okay. En toen kwam het naar beneden. Maar hij viel gewoon kapot. Ja. Ja. Was dat ook de bedoeling? Ja. Ja. Maar dat is ook een vorm van agressie natuurlijk. Ja. Maar je had haar ook een tik kunnen verkopen. Maar dit was beter. Ja, vind ik wel beter. Toch? Dan vind ik beter wel een foto kapot maken dan iemand een tik geven, ja. Maar ja, ik vond dat fotograferen een daad van agressie. Ik dacht dat diegene heel duidelijk wist dat er niet gefotografeerd mocht worden. En dat hij dat toch deed. Ik dacht dat iemand mijn voorstelling aan het saboteren was. En kapot aan het maken was. Toen dacht ik, van, dan maak ik jouw toestel kapot. Natuurlijk een beetje primitief, oog om oog, tand om tand. Maar het is wel een principe. Want er zal wel meer in situaties blijven komen dat iemand met zijn 06 een fotootje maakt. Ja. Of een stukje opneemt. Ja. Wat ook niet mag. Wat jij ook niet wil, neem ik aan. Nee. Wat ook verboden is. Nee, dat is diefstal. Ja, en wat ik dan doe is... Je noemt het dan diefstal, weet je wel. Maar gaat er ook wel weer heel ver in deze tijd. We fotograferen elkaar wat sneller. Ja, ik vind dat er in een zaal dat je je telefoon uit moet zetten. En dat er niet... Ja, voor mij is dat veel vanzelfsprekend. Maar ik vind diefstal wel een zwaar woord. Ja, diefstal weet ik niet. Ik vind dat het niet kan. Ik denk alleen van, hoe is dat dan te rijmen met het feit dat jij als 20er voorbij bordjes verboden toegang loopt? Ja. Staat toch verboden toegang? Je loopt er zo voorbij. Ja, maar... Ja, maar ik zeg niet dat niemand iets mag doen wat verboden is. Alleen ja, dat is het terrein wat ik verdedig. En daar mag ook best iemand een terrein verdedigen. Ik heb daar wel veel discussie over gehad. Want je hebt ook wel van die intellectuelen die een heel groot onderscheid maken tussen verbaal geweld en fysiek geweld. Die vinden dat je alles mag zeggen. En je moet met je handen van de ander afblijven. En dat vind ik totale onzin. Ik vind, je kan dingen zeggen tegen iemand en die zijn veel erger dan een klap op je bek. Ja. En dat vind ik altijd een beetje van die columnisten praat. Die kunnen dan toevallig heel goed praten of schrijven. En die mogen dan alles doen. En je hebt natuurlijk ook mensen die zijn verbaal niet zo begaafd. Maar die hebben wel dikke spierballen. Die kunnen een beuk uitdelen. En dan vind ik het een beetje lullig dat zij met al hun agressie mogen ze dan wel alles zeggen. En die ander mag dan nooit een keer meppen. Dat vind ik niet klopt. Ja. IJsbergen slaan. Dat is een ei, hè? Nee, dat is IJ. Nee, joh. Ja. IJsbergen slaan. Nee, ijsbergen. Nee, maar het is toch niet meer een Griekse ei? De ei bestaat toch uit een I en een J? Ja, nee, kom nou even. Kom op. Dit is een IJ. Ja. Ja, sorry, hoor. Nee, maar dit... Maar de ei, waar zit hier in het alfabet dan? Waar zit de ei in het alfabet? Mag jij mij aanwijzen? Waar ben je? Nee, waar is de ei dan? Nee, dit is een i. Ja? En de ijsbergsla begint met een i, dan een j en dan een s. Nee, maar zo is dat niet. Nee, het is een ei. Nee, dit is een i. Nee, dit is niet ijsbergsla. Het gaat niet om uitspraak, het gaat om de letters. Nee. Je schrijft een i en dan een j. Nee, en dan een s en dan een b. Echt onzin. Hoe schrijf je dan? Spel dan is ijsbergsla. Spel het eens. Waarom zou ik domme voordeel dan ben? Ja, god, waar ben ik in beland, man. Jezus. Wat ben je kinderachtig, zeg. Dat had ik echt helemaal niet verwacht. Nee, dat vind ik echt onzin. IJ, weet je wel. Nee, dat is... Ach, man. Pff. Laat maar. Ik heb geen computer. Waarom niet? Ik ben er nooit aan begonnen. En ik vind dat ook... Ik heb ook altijd het idee... Ja, net als met zo'n apparaten en ik, dat gaat nooit zo goed samen. Dat gaat meestal mis en dat vind ik frustrerend. En
Volgens mij zou ik er al elke week eentje naar buiten smijten. Als dat dan vastloopt. En, als dat... en ik vind het ook heel lelijk. Zo'n computerscherm en dat beeld en die flikkering. En... ik vind boeken en blaadjes en zo leuk. Maar ik vind... Nee. Jeetje zeg. Maar dan mis je wel een enorm deel van de hoe de wereld in elkaar steekt. Zou je bijna zeggen. Ja. Iemand in 1960 die zijn brievenbus dicht timmert. Ja. Dat is het. En al die brieven komen er tegenaan en vallen buiten weer neer. Zo ben jij. Ja, maar ik heb niet idee dat ik communicatie... of dat ik dingen hoe, mensen mij willen sturen die ik niet bereik. Ik ben wel bereikbaar op een of andere manier. Maar dan moeten mensen maar naar je toe komen bijna letten. Of je ja, echt een brief sturen. Ik heb een mobiele telefoon. Ik heb een management. Ik heb een brievenbus. Er is wel een tijdje, want mijn vader heeft de laatste 6 weken van zijn leven heeft hij in mijn huis gewoond, op mijn onderste verdieping. En toen hadden we een computer beneden, de computer van mijn vader. Dat was ook helemaal fantastisch, was dat. Mijn vader, die heeft zich, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar met euthanasie laten plegen. Ja. En het was wel een hele wonderlijke man. Want die had daarvoor een paar jaar of een tijdje in Thailand gewoond. En die zat dan... Op een gegeven moment spreek je dat af. Om 6 uur zou er iemand komen. Die zou dan die spullen aansluiten. En om 7 uur zou de arts komen. En die zou het dan doen. Ja. En mijn vader ging dan nog gewoon 's morgens op internet... de Bangkok Post lezen. Engelstalige krant uit Thailand, omdat hij die daar las. Ik dan denk, ja man, je gaat vanavond dood. Wat interesseert het je? Maar die was dan nog helemaal zo geïnteresseerd in wat er dan in die krant stond. En toen s'avonds, toen kwam om 6 uur, dat was ook zo'n bizarre situatie. Dan komt er zo'n verpleegster en die komt het dan die slangetjes aansluiten. Ja, maar die mag officieel niet. Die mag niks doen, alleen die mag het alleen aansluiten, zo'n infuus. Maar dat zakje, dat moet dan hoog hangen. En er was niks. Dus dat hing aan een soort knaapje, wat ik dan bovenuit de klerenkast haalde. Ik heb het thuis nog, dat knaapje met die slangetjes eraan. En die hing dat dan aan een boekenkast. En die was dat dan aansluiten. En die computer van mijn vader, die stond ook aan. Beneden was dat. En mensen dachten natuurlijk dat het mijn computer was. Maar dat was mijn computer helemaal niet. En mijn vader had blijkbaar ooit porno opgezocht op internet... En die vrouw is dat aan het aansluiten. En er komt zo'n pop op van een of andere porno-site. Of een of andere neukscène. En ik sta daar zo. En die vrouw is dat zo aan het aansluiten. En die ziet dat ook. En die kijkt gegeneerd weg. En die denkt natuurlijk dat ik die viespeuk ben. En tegelijkertijd... Geneert zich daarmee ook een beetje voor jouw vader dat hij dat ziet. Ja, en is ze dat aan het doen? En ja, dat is zo... Ik vind dat ergens zo mooi. Als al die dingen door elkaar heen lopen. Die tragiek van dat die man dadelijk doodgaat... en die vrouw staat aan het aansluiten. En tegelijkertijd zo'n porno pop op die computer. En dat er niks is om op te hangen. En dat er zo'n lullig knaapje wordt gehaald. En dat vind ik zo mooi. Die banaliteiten... En die diepe tragedie zo, helemaal dwars door elkaar heen. En ook nog eens een hoop misverstand in die hoofden waarschijnlijk. Ja, ja dat vind ik dan wel een soort poëzie, geloof ik. Ach, jongens. Jezus, man, kom op. Echt erg. Iets hoger gooien, kom maar. Heb ik al 10 keer gegooid, zoals. Huh? God, ja. Maf, hè, hoe je ook... in zo'n korte tijd... van een serieus te nemen partner... een zielig schertsfiguur kan worden. Ergens woonde waar je als enige niet-katholiek was, hè? Mm-hmm. Wat waren jullie dan? Heidenen. Ja, officieel waren wij... Het
vond ik zo leuk van mijn moeder. Dat mijn broertje, wij gingen allemaal naar die katholieke school, naar de Edith Steinschool. En dan kregen we al die verhalen te horen. En mijn broertje kreeg ook maar die verhalen toch over God. En God is groot en God is... En die raakte een beetje in paniek. En die vroeg toen ook aan mijn moeder van die God, hoe groot is die eigenlijk? En toen zei mijn moeder, ongeveer zo groot als papa. 1,72. Een hele geruststellend antwoord was dat, was het goed. Hoe loopt dat nu verder, dat ritueel bij jou, normaal gesproken? Hoe laat sta je op? Je hebt opgetreden, je komt thuis, je gaat slapen, en dan? Ja, meestal kan ik niet zo goed uitslapen. Meestal ben ik dan, hoe laat ik ook naar bed ga, om 1:30 wakker. Dan zit... Zonder klok, automatisch word je wakker. Ja, zonder klok. Hè? Zonder klok. Ja. Dat was ook een beetje de enige ambitie die ik had in mijn leven. Dat ik wel iets een soort werk wilde zoeken waarbij er geen wekker zou zijn die ik moest zetten. Dat is dan gelukt. En dan word ik wakker. En dan eigenlijk zou ik dan nog langer willen slapen. Ik slaap niet. Ik kom nooit aan de 7 of 8 uur. Dat zou je wel willen. Mm. En hoe komt dat? Want dat je hier misschien licht slaapt, snap ik nog. Ja. Ja, ik weet het niet. Maar misschien ook juist, ja, nu slaap ik door dat licht heen. Mijn slaapkamer is ook niet donker. Dus dat is toch kleine moeite. Ja, maar daar hangt het een beetje allemaal van elkaar, aan elkaar. Ja, er zijn heel veel dingen die op zich maar een kleine moeite zijn. In mijn huis of in mijn leven. En die toch een beetje zo... Ik voel altijd wel veel affiniteit met de Afrikaan. Ik heb het altijd idee dat het ook een probleem is van Afrika. Ik hoor dat wel eens van mensen, die zijn er dan geweest. En dan zit je in een bus en die rijdt steeds hetzelfde stukje. En de laatste 100 meter zijn alleen maar bobbels. Waardoor er altijd die laatste 100 meter altijd een wiel kapot gaat. En dat wiel wordt uiteindelijk wel gerepareerd, maar die hobbelt nooit. En dat is een beetje mijn leven ook, in een notendop. Waar kun je in wonen? Een isolatiemateriaalhut. Van die hutten die je maakt van isolatiemateriaal. Dat deden wij vroeger altijd. Daar woonden wij dan ook al een tijdje in. Ja, met verwarming en alles. Nee, hij was geïsoleerd, hè? Ja. Dus je had geen verwarming nodig. Ik draai hem nog wel een keer. Kom je niet meer weg. Nou, het enige wat mij toen ik vannacht wakker lag, toen dacht ik nog dat jij één keer in de zoveel tijd altijd wel even zo'n akkefietje hebt wat in het nieuws komt. Het afgelopen jaar was dat het kapot gooien van die zilveren camera van dat meisje die ongevraagd foto's nam. Het verhaal dat er een vrouw te laat binnenkwam en dat jij bezig was met een scène over vingeren. En dat jouw hand in de broek ging van die vrouw. Ja. Wat is nou het grote idee daarachter? Hoe komt het dat één keer in de zoveel tijd zoiets gebeurt? Ja. Ja, het is zo lullig. Ik heb ook wel eens, volgens mij staat het ooit ook in een programma, dat je kan uren doen om een mooi zandkasteel te bouwen. En in 1 seconde heeft iemand het kapot getrapt. Het is heel makkelijk om dingen kapot te maken. Het is heel moeilijk om dingen te maken. Dat is denk ik dan mijn kwaadheid. Dat ik het gevoel heb dat iemand iets kapot maakt. Wat ik met heel veel moeite maak. En dat kan ik dan niet hebben. Daar word ik kwaad van. Ik ben ook in het maken van een programma, ik ben gewoon heel fanatiek, denk ik. Dat is ook wel dat sport in mij. Dat is ook, en dat is niet zozeer willen winnen, maar wel een soort fanatisme. Ik vind het alleen maar leuk als het fanatiek gebeurt. Ook met Pim Pampet, of dat je je best doet en leuke trucs probeert te bedenken om toch te winnen of om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. En dat is ook gewoon mijn fanatisme. Ik neem het dan zo serieus ook, dat ik dat niet kan. Op dat moment kan ik dat dan even niet relativeren. Ja, dat is het. Je relativeert niet meer. Nee. Je bent zo fanatiek geworden en dat maakt je onaardig. Op dat moment, ja. Of bozig. Ja. En dat willen mensen niet. We willen wel aardig. We willen wel een aardige man op de wereld. Ja. Mag wel boze dingen zeggen. Hij moet zelf aardig zijn. En dat ben je ook. Ja, doorgaans. Maar niet altijd. Nee.
Ja, ik ben wel een fanatiek baasje. Ja, nou, dat denk ik ook wel. Je bent wel heel ambitieus. Ja, fanatiek vind ik een beter woord. Waarom? Ja, dat is het meer. Ambitieus is heel erg van dat je ergens heen wil of dat het iets moet worden. Dat is het niet. Het is het fanatisme zelf wat een soort drijvende kracht is. Fanatiek ben je veel meer in het moment zelf. En ambitie is iets wat je wil bereiken. Dus de richting die jij hebt, driftig van ik wil daarheen en dan is het goed. En dan komt er een foto of een telefoontoestelletje wat gaat. Of een man die te laat binnenkomt. En dan denk je, ja, fuck zeg. Ik ben zo goed bezig. Ja, maar het verstoort. Dat is het moeilijke. Want wat je aan het doen bent, is in feite de buitenwereld wel weg buitensluiten. En zelf een nieuwe wereld bouwen. En een foto of een telefoon die afgaat, dat is weer meteen de buitenwereld die binnenkomt. Waar je zo zorgvuldig en fanatiek bezig bent geweest om die juist buiten te sluiten. Ja. En het is, ja. En daar is niet tegen op te spelen of niet tegen op te verzinnen. Dat is zo'n krachtig. Ja. Het is heel erg signaal de wereld, uit de buitenwereld. Ja, maar het is heel erg de wereld van Theo Maassen die zich aan jou opdringt. En die wij ook moeten zien dan, hè? Ja. Het is ook grappig. Gisteren zei hij, ja, ik heb ook geen computer. Ik heb geen e-mail, weet je. Dat is ook de buitenwereld eigenlijk die jij buiten houdt. Ja. Het moet jouw wereld zijn, jouw blik. Ja, ik vind die computerwereld juist ook dat is voor mij heel erg de virtuele wereld. Die maakt dat we de gewone echte wereld vergeten. En dat we daar te weinig aandacht aan besteden. Waardoor die verspieren kan verslonden. Dat is gewoon echt ouderwets. Want het is gewoon, als ik jou een mailtje zou sturen en jij zou het ontvangen. Zegt Theo, ik zit aan je te denken en ik vind je gewoon een hele lieve gozer. Moest ik even zeggen, nou ga ik slapen. En jij hoort op jouw computer, loop, en je ziet dat mailtje. Dat is toch geen virtuele wereld? Dan denk je, jee, wat aardig van Wilf. Of denk je, wat een softie, kan je ook denken. Maar het is heel echt. Ja. Het is van mij echt. Komt bij jou als het goed is ja, het echt in dit aan. Voorbeeld wel, ja. Je wil absoluut jouw wereld voorschotelen. Dat is jouw kracht. We moeten Theo Maassen zien. En zijn blik. Ja, wat? Ja, dat was naar typische U-baan terug. Oké. 7-1. Heb jij hem uit, hè? Ik scoorde toen niet. Nee. Kijk, ik kan ook eerlijk zijn als ik ver voor sta. Acht 1. Jezus. Basketbal. Wedstrijd. Theo. 10. Tegenover Wil. 2. Ja, maar met Pim Pampetta moet je ook bijzetten, want dat is 2-1. Oh ja. Dus totaal is dan. Theo. Hey. Wat leuk. Dankjewel. Rust lekker uit. Ja. Welgemeend kusje voor je. Zal ik doen. Nieuwe jonge meisje. En je andere meisje ook. Een omhelzing. En tot gauw. Heb het leuk hier nog. Dag. Hoi. Als ik al binnenkom, Marijke! Ga je nou huilen? Nee, toch? Oh, hij moet remmen! Hij moet remmen! Rem hem even! Ik ben niet vies van mensenbloed.